Het probleem is stikstof. Als het in de lucht zit, kan het neerdalen in de natuur. En dat kan slecht zijn voor bepaalde dier- en plantensoorten. Dit wordt stikstofdepositie genoemd. Om de stikstofuitstoot te beperken, gaan het Rijk en ook de provincie maatregelen treffen. De provincie gaat bij ondernemers langs om te bekijken wat ze samen kunnen doen. We hebben daar ook financiële middelen voor als provincie Flevoland. Die hebben de staat ook beschikbaar gesteld. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld een innovatiefonds of iets dergelijks. Waarbij we echt willen kijken hoe kunnen we maatwerk leveren in een gebied. Hoe kunnen we maatwerk leveren aan een specifieke ondernemer. De gedeputeerde kijkt met name naar boeren en ondernemers in het oosten van Flevoland. Die bedrijven zitten het dichtst bij de kwetsbare natuurgebieden, de Veluwe en de Weerribben. Nou ja, kijk, je moet het ook weer in de Flevolandse verhouding zien, hè? Want bijvoorbeeld als we kijken naar onze uitstoot, onze bijdrage aan de uitstoot op bijvoorbeeld wie de Weerribben, is 10% vanuit Flevoland. Dus we kijken echt naar die 10% die wij bijdragen. Dus daar doen wij de reductie ook van. Dus we moeten het ook wel in perspectief zien. Dus hetgeen wat wij als Flevoland qua depositie uitstoten, daar zijn we voor verantwoordelijk. En niet voor wat bijvoorbeeld andere provincies uitstoten. Ondertussen maakt het kabinet plannen om honderden boeren in Nederland te onteigenen. Dat blijkt uit stukken die NRC heeft ingezien. Deze extra stikstofmaatregelen worden genomen omdat grote bouwprojecten door de stikstofregels moeilijk van de grond komen. Onteigenen ziet de gedeputeerde niet in Flevoland gebeuren. Ja, het Rijk heeft een aantal opties laten doorrekenen door het planbureau, om zo maar te zeggen. Hier in Flevoland is dat gewoon eigenlijk niet aan de orde. Om de Flevolandse doelstellingen te halen, ziet Hofstra onteigenen ook niet als oplossing. Een van de dingen die we nu al aan bezig zijn is bijvoorbeeld met een boer naar het kijken naar een innovatieve maatregel, een stalstripper, een stikstofstripper. Nou, daarmee reduceren we de stikstof echt met bijna 40-50%. Dus het gaat niet om onteigenen zoals het kabinet mogelijk wil doen. U wilt gaan kijken, kunnen we innoveren zodat de boeren wel kunnen blijven bestaan? Juist, dat de boeren kunnen door blijven boeren. In principe op de manier zoals ze nu doen, maar dan wel met veel minder uitstoot. De gesprekken met de 60 boeren en ondernemers beginnen nog deze maand.